Het is een mooie herfstdag en we bezoeken in Baren Paleis Soestdijk. Vanaf 1937 was dit de residentie van prinses en later koningin Juliana en prins Bernhard, tot aan hun dood. In 1971 werd het eigendom van de Nederlandse staat. De oudste nog bestaande watertoren is rond 1680 gebouwd om de fonteinen van water te voorzien. Op het ogenblik zijn er werken van Klaas Gubbels, zowel binnen als buiten te zien. In 1987 is er voor het laatst een défilé gehouden, ter gelegenheid van de gouden bruiloft van het koninklijk paar. Voorgaande jaren was dit traditie op Koninginnedag, 30 april, de verjaardag van koningin Juliana. Het park is in 1808 aangelegd in landschapsstijl met gazons, boomgroepen, een grote vijver en een slingerende beek. De ontwerpers zijn vader en zoon Zogger. In de tuin bevindt zich een chaletje dat Wilhelmina in 1892 voor haar 12e verjaardag cadeau kreeg als speelhuis. Sinds maart 2011 zijn bezoekers welkom in het paleis. Er moet veel onderhoud worden gepleegd en dat kost geld. Een aantal vertrekken zijn te bezichtigen. Zoals de kanonnenkamer van prins Bernhard. De wachtkamer. De witte eetzaal.
dagelijkse eetkamer. De kamer waar onder andere de verloving van de verschillende dochters werd bekendgemaakt. Dit is de kamer met het grote schilderij van Willem II bij de slag in Waterloo. Bevindt zich de bibliotheek. Beneden zijn de keukens. En de wijnkelder. Natuurlijk vinden we er ook een museumwinkel.